Maar deze ook, wil ik ook alle mensen en de supporters ook heel erg bedanken voor alle steun. Het is natuurlijk hartstikke leuk als je in een wedstrijd met je man of the match wordt. Maar ik denk dat je liever het geworden was in een goede wedstrijd van Berken. Ja, het is sowieso meer een overwinning. Ja. En, je wordt liever man of the match bij een overwinning. Nou, bij een overwinning is het vaak middenveld aanvallen, mensen die doelpunten maken. Dat is op zich ook, snap ik ook wel. Maar ja, ik had liever vandaag gewonnen dan dat ik man of the match was geweest. Ja. Ik was eigenlijk van plan om, als we hier zouden staan, om eens te praten over hoe het zou zijn in een na-competitie. Maar dat hebben jullie vanmiddag helemaal vergooid. Ja, dat mag duidelijk zijn. We hebben een ontzettend slechte eerste helft gespeeld. En ja, daardoor ook eigenlijk de na-competitie gewoon weggegeven. Want je had vandaag nog een kleine kans. Je moest twee wedstrijden winnen. Ook als we vandaag gewonnen hadden, dan was het nog onzeker. En dan ging het nog aan op die laatste wedstrijd. Maar goed, de eerste helft, daar kunnen we niet goed praten. Was ver ondermaats en daardoor geen na-competitie. Ja, het was echt heel slecht. Ja. Dat was denk ik zo'n beetje onze slechtste helft. Samen met misschien DWS, Staphorst. Nou, dat zijn denk ik de drie slechtste helften die we hebben gehad. Ja, we kwamen overal te laat. We liepen veel te zwemmen. De ruimte was te groot. Het wezenvoetbal dat goed uit. Ja, wij konden daar weinig tegenover stellen. En dan mag je blij zijn dat het met de rust nog 2-0 is. Ja, dat denk ik wel, want nu hadden we nog een kans om terug te komen. Na rust pakken we het initiatief en dan komen we in de counter nog wel twee keer in de problemen. En daarna, ja, daarna komen wij eigenlijk niet meer in de problemen, creëren wij genoeg kansen. Nou, maken 2-1. Ik heb eigenlijk een hele goede kans op 2-2 met die penalty. Normaal gesproken, als Mark een penalty neemt, dan gaat hij er gewoon in, punt. En nu gaat hij hopeloos naast. Ja, daarna zie je dat iets terugzakt. Creëren we nog wel kansen, gaan we nog wel drukken. Nou, uiteindelijk mocht het balletje niet invallen. De inzet was er niet vandaag. Zeker de eerste helft niet. De tweede helft corrigeren we dat wel. En vooral het samenwerken met elkaar. Dus je gaat samen druk zetten of je gaat samen de speelruimtes klein maken en van daaruit druk zetten. Dat zat er gewoon absoluut niet in. Spelers deden maar wat en, of deden het alleen. Er was gewoon helemaal geen samenwerking. Ja, bij hen zag je het vuur zag je in het elftal en bij ons zag je dat totaal niet. En waar dat vandaan komt, ik weet niet. Ja, ze hadden gewonnen, dat deden we nog steeds meer om de periode. Dan hadden we volgende week nog alle kans. En nu, nu is dat over, ja. En dan gaat dit seizoen uit als een nachtkaarsje? Ja, nou goed. Volgens mij hebben wij tot de laatste speelronde hebben we meegespeeld om de prijzen. En dat is ook een doelstelling van de vereniging. Dus ik vind wat dat betreft hebben we gewoon een heel goed seizoen gedraaid. Als je terugkijkt op het seizoen, tevreden? Nee, toch niet. Ik vind dat op momenten dat eigenlijk om geen keer tweede periode die lang goed mee, een goede uitgangspositie. En uiteindelijk hebben we twee wedstrijden tegen ploegen die wat lager spelen. Ja, dan zou je eigenlijk punten moeten pakken en dan zou je die tweede periode misschien kunnen pakken. Dat je hier wel beter mee kunt doen. En dat geeft in twee wedstrijden geeft het heel knullig weg, vind ik. Ja, nu in deze periode vind ik ook dat vandaag is een wedstrijd waarbij het om gaat. Waarbij je nog, min of meer voor je laatste kans voetbalt. Ja, als je ziet hoe je dan voetbalt, dan ben ik er al een beetje teleurgesteld in. Ja. Vorig seizoen hadden jullie twee wedstrijden voor de tijd. Hadden jullie 36 punten. Toen wonnen jullie de laatste twee wedstrijden. Nu hebben jullie 39 punten. En je kunt nog één wedstrijd winnen. En dan kom je ook op 42 punten uit. Dan zeg ik in mijn onwetendheid, ja, jullie hebben eigenlijk hetzelfde seizoen gedaan als vorig seizoen. En vorig seizoen nog een prijs. Ik vind dat we wel een beter seizoen hebben gedraaid dan vorig seizoen. We hebben beter gevoetbald, we hebben dominanter gevoetbald. Vorig seizoen was toch meer reactie misschien, meer counteren. Nou ja, dat is ook een manier om punten te pakken. Vorig jaar hebben we heel veel vanuit omschakeling gespeeld. Een beetje reactievoetbal. Nou, nu het hele seizoen gewoon goed gevoetbald. Zeker thuis is er heel veel dominant geweest. Uit al vaak wat meer moeite. Dit jaar hebben we getracht om dominant voetbal te spelen. Opbouw van achteruit en met snel druk op de helft van de tegenstander. Dus veel in balbezit zijn. Nou, dat hele proces daar zijn we het hele jaar mee bezig geweest. Dus ik vind dat we sowieso voetballend hele grote stappen hebben gemaakt. Dat is stap 1. En de volgende is van vorig seizoen heb je het hele seizoen op degradatie gespeeld. En dit seizoen heb je bij de eerste drie heb je zo'n beetje gestaan. En ben je zeker niet in de problemen geweest. En heb je het hele seizoen om de prijzen gespeeld. Dus als je daarna kijkt, dan vind ik dat we een enorme groei hebben doorgemaakt. En als je dan ook nog meeneemt dat we de hele selectie zo goed als bij elkaar houden. Ja, dan denk ik dat we nog veel verder kunnen gaan komen met deze groep. Ja, en uiteindelijk hebben we te veel punten gemorst, denk ik. En vorig seizoen hebben we misschien ook wel punten gemorst. Ik denk dat we nu gewoon te veel punten hebben gemorst, hadden we nu meer punten moeten hebben, vind ik. Afsluitend, als je dit seizoen een cijfer moest geven, wat voor een cijfer gaf je dan? Voldoende? Nou, ruim voldoende. Nee, want ik moet zeggen, ik ben gewoon heel tevreden over de groei en de progressie die we als team hebben gemaakt, als club hebben gemaakt.
En ik denk dat ook supporters gewoon een heel ander seizoen hebben meegemaakt dan vorig jaar. Vorig jaar was het misschien wel spannend met de druk van onderen. Maar dit seizoen hebben we denk ik leuk gevoetbald, leuk om te kijken, aantrekkelijk om te kijken. We hebben veel meer doelpunten gemaakt. En ik vind, we hebben heel veel thuis hebben we gewonnen. Of vandaag na dan, maar we hebben heel veel thuiswedstrijden gewonnen. Dat was vorig seizoen ook anders. Maar ik denk dat dat al met al heeft dat het gewoon aantrekkelijker gemaakt. En bij deze ook wil ik ook alle mensen en de supporters ook heel erg bedanken voor alle steun. En wij zijn bijzonder trots eigenlijk op het seizoen wat we gedraaid hebben. Houden we het op een 8? Oh, dat vind ik prima. Daar ga ik in mee. Oké, bedankt.